Een spannende middag voor de leden van het Rabo talententeam. Op Jumping Amsterdam werd het talent van het jaar 2012 bekendgemaakt door ambassadrice Ankie van Grunsven. Ik had wel een beetje gehoopt, ik heb een goed jaar gehad en ja, dan denk je van misschien lukt het dit jaar. En het is gelukt. De prestigieuze overwinning van Hendrik Jan in Hikstedt is erg belangrijk geweest voor de uitverkiezing. Ja, dat denk ik wel. Het is een overwinning op eigenlijk het allerhoogste niveau. En wel bijzonder voor iemand denk ik die ook in de Rabobank talententeam zit. Volgens bondscoach Rob Erens is Hendrik Jan de terechte winnaar. Het zijn natuurlijk allemaal talenten die allemaal hele goede prestaties neergezet hebben. Maar als je als jeugdig talent CAO in Hikstedt wint, het eigenlijk een van de belangrijkste internationale concoursen. En dan op die leeftijd, dan vind ik dat je een ongelooflijk goede zet gedaan hebt. Plus al in de teams gezeten om mee te strijden voor de Top League. Dus, en alle verdere internationale successen. Dus ik denk van wel, ja. Ja. Ik had hem ook op mijn eerste plek staan. Ik denk, Hendrik Jan heeft natuurlijk een super jaar gehad. En het plan van het Rabo talententeam is natuurlijk ook meegaan in het seniorenteam. En dan voor in een kader terecht kunnen komen. En dat is bij een aantal combinaties heel super gelukt. En Hendrik Jan is natuurlijk heel hard op weg om ook een teamkandidaat te zijn. Ook collega-talenten zijn het eens met de verkiezing. Ja, hij heeft er alles aan gedaan en ik denk ook dat alle puzzelstukjes op een plaats moeten zijn. En dat is bij hem dit jaar echt goed gelukt. Echt een terechte winnaar. Hij heeft gewoon een heel goed jaar gehad in 2012. Veel gewonnen, maar ook eigenlijk hele belangrijke wedstrijden gewonnen. Dat is echt terecht. Super, ik vind het een terecht winnaar, want hij is natuurlijk eerst jaar bij de senioren. En hij wint natuurlijk meteen al de grote prijs van Hikstedt. Ja, dat is echt een topprestatie. Voor Hendrik Jan was 2012 naast een succesvol jaar ook een emotioneel jaar. Door het overlijden van bondscoach Sven Harmsen. Ja, ik heb altijd veel getraind met Sven. Ook veel overleg met Sven. Dat is nu natuurlijk allemaal minder. Ik zal een beetje op zoek moeten naar mijn eigen en naar wat andere dingen. Maar goed, ik heb veel aan hem te danken ook zeker dat ik hier Rabobank talent van het jaar ben geworden. Maar we moeten verder. Ja, dan gaan we verder kijken naar de toekomst. Waar gaat het naartoe in de toekomst met jou? Nou, ik hoop dat ik deze lijn vast kan houden. Ik ben erg blij met de afgelopen jaren en ik hoop dat ik ook aankomend jaar misschien in landenwedstrijden belangrijk kan zijn voor Nederland.